Waar Jong AZ slecht aan hun competitie begon, zit het de laatste weken in de lift. Een van de spelers in vorm in het elftal van Koen Stam en Michel Vonk is Kenzo Goudmijn. De nog altijd pas 16-jarige speler voelt zich op zijn gemak bij Jong AZ. Ja, top. Gewoon de training, het niveau, de Keuken Kampioen Divisie. En als het dan ook lekker gaat, dan voelt dat ook goed. Kenzo is natuurlijk onze jongste in het midden. Maar hij toont wel aan dat hij buiten categorie is aan de bal. En als je ook ziet hoe hij een aantal keer wegdraait, maar hoe hij ook mensen vrij speelt. Als eerstejaars A-junior, ja, dan geeft ons dat wel een hele goede hoop. Ja. Goudmijn op Reinders. Reinders. Ja, het is 1-1. Kenzo Goudmijn met de assist. Ik voel me op mijn plek bij de jongens. En ja, dan in die divisie moet ik ook gewoon keihard aan de bak. En dat vind ik ook leuk. En als het dan goed gaat, ja, dan voel je je natuurlijk lekker op het veld. Goudmijn, 16 jaar. Een van de parels uit de opleiding van AZ. Ondanks de goede wedstrijd van Kenzo eindigde het duel met een teleurstelling. Door een tegendoelpunt in blessuretijd werd het 2-2. Toch had John van der Brom na afloop nog een leuke verrassing. Hij gaf na de wedstrijd direct aan van Kenzo goed gespeeld, die gaat bij ons mee. Ja, dat is natuurlijk heel mooi dat dat zo beloond wordt. Ik hoorde het vrijdag na de wedstrijd in de kleedkamer dat ik mee mocht. Dus dat was, wat dacht je toen? Ja, nou, ik had een beetje een dubbel gevoel, want we hadden net 97e minuut. Kregen 2-2. Maar als je dan in de kleedkamer hoort dat je mee mag met het eerste, ja, dat is dan weer, ja, daar was ik gewoon echt heel blij mee. Het is toch even anders bij de wedstrijd Eredivisie, in het stadion, op de bank. En ja, dat is gewoon een leuke ervaring. En ik hoop dat ik dat nog vaker kan gaan doen.